Nog maar 10 dagen en dan begint de Vierdaagse. Marsleider Henny Sakkers, Joris Bouwmeester van de Vierdaagse Feesten en burgemeester Hubert Bruls lieten samen op een persconferentie iedereen weten dat de voorbereiding op rolletjes verloopt. Over mogelijke weersvoorspellingen wilde de marsleider geen uitspraken doen, maar wel over wildpoepen. Wij doen ons uiterste best om zoveel als mogelijk is toiletten in te zetten. En wij doen nadrukkelijk ook verschillende wijzen een beroep op de wandelaar om die te benutten, benevens alle andere gelegenheden. Denkt u aan gemeentehuizen, denkt u aan horecainstellingen, sporthallen, waar je en soms bij particulieren je natuurlijke behoeften op een fatsoenlijke wijze kunt doen. En ik heb wel eens in de 1-op-1 interviews gezegd, ik sta me gewoon plaatsvervangend te schamen als jullie mij confronteren met een wandelaar die gespot is in de tuin van gastvrije mensen. En dan mag u invullen wat hij daar aan het doen is. Over mogelijke boerenblokkades tijdens de Vierdaagse Week was Bruls heel duidelijk. Het wijst zich uit bij die protesten dat dat heel erg vergankelijk is en ook onvoorspelbaar. Dus je kunt er nu niks zinnigs over zeggen, maar uiteraard zullen we het wel in de gaten houden. Overigens, ik kan u wel aankondigen, er komt geen boeren de stad in op die dagen. Ook het nieuwe circulaire bekersysteem werd nog eens uitgelegd. Bruls ziet dit ook als een kans om Nijmegen te promoten. Als u meedoet aan het initiatief en iedereen wil meedoen, dan draag je niet alleen bij aan een betere, meer circulaire wereld, maar je draagt ook bij aan een stuk Nijmegen-promotie wat ze weerga niet zal kennen. We moeten er toch aan geloven. Over een paar jaar mogen we allemaal die wegwerpbekers niet meer hebben. Dus...